Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft alternatieven voor het zand dat wordt afgegraven te Braamspunt. Dit deelde minister Dodsen donderdag mee in DNA nadat doe-parlementariër Karel Breeveld vroeg naar de status van het bezoek van de parlementaire delegatie aan het natuurgebied. Breeveld vroeg ook of het ministerie reeds gezocht heeft naar alternatieven omdat de afgravers tot eind augustus zand mogen graven. Wat is de status van de zandafgraving op Braamspunt? Na het bezoek van de Nationale Assemblée is er een bespreking hier geweest van het verslag in de Nationale Assemblée. En er moet gewerkt worden aan een permanente oplossing. De alternatieven van Grasalco zijn die bekeken. Maar ook wat is de intensiteit van de zandafgravingen nadat de Assemblée het bezoek gebracht heeft aan het gebied op Braamspunt. Ik wil direct in dit licht de vraag van het geachte lid Breeveld meenemen, waarbij er gesproken was over de alternatieven die er zijn. Er zijn nu vanuit het ministerie van NH, u weet, we hebben de periode opengesteld tot augustus. En vanuit het ministerie van NH zijn er ook meer concessies over een grind en steenslag uitgegeven, omdat een belangrijk afvalproduct van deze operaties gebruikt kan worden voor met name de wegenbouw, waarvoor de Braamspuntschelpen zo in trek zijn. Dodsen ontkende ook dat er 's avonds zand wordt afgegraven, zoals wordt beweerd door de groep protesterende. Volgens Dodsen wordt er bewust misleidende informatie verspreid. Mediaberichtgeving rondom de zandafgravingen bij Braamspunt, betreur ik dat. Je hebt steeds bepaalde mensen die later hun verontschuldigingen aanbieden, mevrouw de voorzitter, die een hele hoop leugens in de ether gooien. Er wordt niet 's avonds afgegraven. We hebben een hele goede verstandhouding met de mensen die afgraven van Braamspunt. De monitoring vindt heel strak plaats. De meldplicht die ze hebben vindt ook heel strak plaats. We hebben ook de monitoring van het strand. De grootte van het strand vindt regelmatig wekelijks plaats, mevrouw de voorzitter, om te voldoen aan de situatie as is. Ik heb ook mogen vernemen wat het standpunt is van de DNA daaromtrent. En ook wij kunnen ons achter dat standpunt scharen, mevrouw de voorzitter. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodsen, donderdag in het parlement. Hij sprak over de zandafgravingen in het natuurgebied Braamspunt.